Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je zelf een brillenkoker kunt maken. Nou, het is niet echt een koker, meer een soort etuietje. Hij is wel heel veilig voor je bril. Die bril zal niet zo snel breken, want het is goed gevoerd. En je kan hem sluiten met deze knoop en een elastiekje dat daar dan omheen gaat, knooplussluiting. Heel goed te doen voor beginners. Je hebt niet heel veel nodig. Gewoon je naalden, een schaar. Ik heb een knoop er al bij gepakt. Je hebt natuurlijk stof nodig, wat vulling, garen die bij de stof passen. Dan een band, een meetlint en de bril waarvoor je dit etui gaat maken. Ik heb hier zo al de stof geknipt. En je hebt deze cirkels nodig van zowel de buitenstof als de voering en de vulling. Je maakt er dus een cirkel van en die moet iets groter zijn dan je bril. Die bril die komt er dan zo in te liggen, precies in het midden. De zijkanten vouwen we zo, de onderkant komt hier en dan maken we van het overige stuk een flap die er zo overheen komt. En dit lijkt nu veel te groot, maar dat valt natuurlijk mee vanwege naden en vulling en zo straks. Ik heb 10 centimeter extra genomen. Dus de afmetingen van mijn bril plus 10 centimeter voor de doorsnee van mijn cirkel. En om je cirkel zo rond mogelijk te krijgen, ja, het makkelijkste is om gewoon iets van een bord of zo te nemen. Maar als je dat niet hebt, dan kun je de stof zo opvouwen. Moet je even voorstellen dat het nog gewoon vierkant is. En dan neem je hier de radius en daar de radius. Dus dat was bij mij zo'n 30-40 centimeter. Dan moet het hier, even kijken wat was het, 12 zijn. En dan maak ik zo'n markering langs de rand, die verbinding met elkaar. Maar het is echt makkelijker om het met een passer te doen of bijvoorbeeld een bord dat de juiste afmetingen heeft. Want bij deze manier gaat het soms net nog een beetje scheef en zo. Als eindresultaat heb je dan een cirkel die zo'n 10 centimeter groter is in doorsnee dan je bril. Je kan gelijk door. Je neemt daarvoor de onderkant. Daar komt de vulling gelijk op. En de goede kant is nu al naar buiten van de stof. Bovenkant erop. Zo. En dan kan het zo langs de rand al vastgezet worden. Gewoon helemaal rondom. En het belangrijkste hierbij is dat je het goed stevig aan elkaar vastmaakt, zodat de delen niet meer verschuiven. Zo, alle delen zitten nu op elkaar en ik heb het stof dat een beetje te veel was al weggeknipt. Dan heb ik hier dit soort band, ik weet daar de naam niet exact van, maar die kun je zoiets uitvouwen en die leg ik dan langs de rand. En dat wordt hier ook zo vastgezet. Zo, hier heb ik hem alweer bijgewerkt. En nu kan ik deze band die ik vastgezet heb dus omvouwen. Hij moet wel hier overlappen, zodat hij dan goed samenkomt. Eventjes dubbel vouwen en omklappen. Je kunt dit eventueel al met het strijkijzer zeg maar in model strijken. En dan moet dit natuurlijk ook nog even vastgemaakt worden. Zo, nu die band klaar zit, kunnen we hem draaien
En zoals je kunt zien heb ik al wat gedaan met vouwen. Dat waren zo de zijkanten. Hier ga ik nu mee verder. Ik pak gelijk de bril er weer bij. Die leg ik in het midden. Zo. En dan kunnen de zijkanten omgevouwen worden. Dit heb ik al een keer zo omgevouwen en dan een keer met zijkijzerbank eroverheen gegaan. Ik zet het nu ook even vast met een naald. En dan komt de volgende stap erbij. De onderkant moet naar boven geklapt worden. En daar heb ik markeringjes gemaakt van waar de vouw komt. En hier zo bij die markering wordt eventjes zo'n streep genaaid op de naaimachine. Zodat dat vast komt te zitten. En dan hebben we gelijk zo die omslag permanent zitten. Dat we weten waar die moet komen. En dan in de laatste stap komt de bovenkant zo er nog even overheen. Zo, de bril heb ik erin gedaan. Hier zo zit alvast even een knoop aan. En dan heb ik aan de bovenkant hier een elastiekje gezet. Dus de koker heeft nu een knooplussluiting. Kan niet zo makkelijk dicht. En dan is de koker klaar. Let er wel op dat je dikke vulling gebruikt. Want anders dan is je bril niet goed genoeg beschermd als die in dit etuietje zit. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Als het zo is, laat me dat weten door de video een duim omhoog te geven of laat een reactie achter. Ik hoop ook dat je abonneert op dit kanaal en als je dat doet, klik dan even op het klokje naast de abonneren button. Dan mis je nooit meer een video van ons als we die uploaden. Dus ik hoop dat je dat doet, dan zie ik je in de volgende video weer. Tot dan en dag!